Noemen ze dit het jezelf onnodig moeilijk maken? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. We beginnen al slecht. Het tempo lag gewoon te laag. We creëren best nog wel wat kansjes. Ja, en dan zou je al eens zien, dan kom je achter. Gelukkig scoor je dan nog snel de 1-1 en eigenlijk snel de 2-1. Maar ja, wat we de tweede helft, wat er gebeurt. Je voelt hem eigenlijk al een beetje aankomen. Je merkt gewoon, er wordt wat minder bewogen. Je krijgt wat minder kansen. Ja, en dan zal je altijd zien, dan 5 minuten voor tijd, dan valt hij. En dat was op basis van de tweede helft nog wel terecht ook, denk ik. Maar daarna gaan jullie weer voetballen en dan zie je dat jullie een topklasse zijn. Zij in zondag eerste klasse. Ja, dat denk ik wel. En, alleen ja, wat je al zelf zegt, je maakt jezelf wel onmogelijk. En je hebt een hartstikke druk programma en je moet gewoon klaar zijn na 90 minuten. Ja. En we waren gewoon, ook de eerste helft, we waren gewoon echt een stuk beter. En je moet eigenlijk gewoon al 2-3-0 voorstaan met de rust. En dat doe je niet. Ja, en dan zie je als je geen afstand maakt tussen je tegenstander, dan zie je na de tweede helft waren zij gewoon beter. En eigenlijk komen ze verdiend op 2-2. Ja, en ik denk dan vooral dat je conditioneel gewoon beter bent. Ik ben toch al in de competitie begonnen. Maar ja, goed, zo'n doordeweekse wedstrijd, dat is wel even pittig, ja. Want morgenochtend moet je allemaal weer werken. Jij scoort 2 keer. Wat was de mooiste? Ja, dat was de mooiste. Ik vond de eerste vond ik wel een mooie aanval. Lars komt over op links, die staat op rechts. Dus dat vind ik altijd wel een goede loopactie. Een goede voorzet met zijn linkerbeen, terwijl die stijf rechts is. Dus dan geef ik alle credits aan Lars. Dan moet je hem nog even nageven. Moet ik hem nog even nageven, alle credits voor Lars. Die tweede had de keeper misschien nog wel kunnen hebben, die kopbal van jou, hè? Nee, hij was onhoudbaar, die bal. Nee, inderdaad, de kop hem door het midden. En ja, ik maak kop hem wel bewust naar de grond en dan zie je, hij kan alle kanten op gaan en dan gaat hij er gewoon nog in. En dan nu, tegen Volendam. Is dat te halen? Kun je dat hebben, die ploeg? Ja, nou, als we spelen als vanavond, denk ik niet. Maar ja, dat zijn allemaal bekerwedstrijdjes. Eén potje en als jij gewoon... gaat vlammen die wedstrijd. Ja, ze hebben vorig jaar voor mij van Almere City gewonnen hier. Ik denk dat wij kunnen het iedereen lastig maken en zeker thuis. Maar ja, goed, dan zullen we wel uit een ander vaatje moeten tappen. Ze zijn in ieder geval hun beste speler Robert Muren kwijtgeraakt, dus dat is één voordeel. Oké, okay, nou ja, dat is... Die is naar AZ toe. Oh, dat is spits toch? Ja. Of niet? Oké, okay, nou ja, dat vind ik dan helemaal niet vervelend. Nee. Want is sowieso het verschil, jij was vorig jaar natuurlijk niet bij het BK-avontuur van Capelle, is sowieso het verschil tussen de Jupiler League en de topklasse eigenlijk niet zo heel erg groot? Nou ja, kijk, als je kijkt naar die bekerwedstrijd, is het natuurlijk allemaal op basis van één wedstrijd. Ik denk als je ook al kijkt naar Achilles, de hele competitie, ja, dan zie je toch wel dat ze toch net een stapje verder zijn. En ja, je moet je toch maar heel seizoen op kunnen laden. En dan, het is ook niet gek, hè, want we zijn niet voor niks amateurs. We trainen 3 keer in de week, max. En ja, zij trainen misschien wel 5, 6 keer in de week. Dus het is ook helemaal niet vreemd. Alleen met dit soort avonden, ja, vind ik dat het verschil niet zo heel groot is, nee.